Wat kunt u zeggen over de schade aan het gebouw? Nou ja, de schade is best wel aanzienlijk aan het restaurant en het zalengedeelte. Gelukkig is het hele hotelgedeelte gespaard gebleven, net zoals de receptie en de kantoren. Dus ja, dat is de eerste indruk. En wat betekent dit voor Van der Valk Heerlen voor de komende tijd? Nou ja, dat betekent dat wij natuurlijk vanaf morgen heel hard aan het werk gaan om te kijken hoe snel we weer het restaurant open kunnen krijgen. Het hotelgedeelte verwacht ik in de loop van volgende week weer open te hebben. En misschien met een tijdelijke voorziening. En dan gaan we nadenken over een permanente oplossing. Je ziet toch wel dat er behoorlijk veel schade is. En ja, het is wel erg als je je hotel zo in de brand ziet staan. Maar u wilt vrij snel toch weer open om niet te veel schade ook aan Van der Valk Heerlen te krijgen natuurlijk. Nou ja, dat is natuurlijk belangrijk. We hebben natuurlijk heel veel trouwe gasten en die willen we ook niet teleurstellen. Dus we hebben in Eindhoven een tijdelijke voorziening gehad en die gaan we morgen bekijken of we die ook hier in Heerlen neer kunnen zetten. Een tijdelijke restaurantvoorziening en de receptie en het hotel nogmaals, dat gaan we heel snel weer openmaken. Dat heeft de brandweer nu vrijgegeven. Maar wij willen wel toch wel even rustig het weekend gaan bekijken, tot en met het weekend, van hoe we de gasten dan ook weer goed kunnen ontvangen. Dus alle gasten voor tot en met zondag worden elders opgevangen? Ja, we hebben in Terworm een crisiscentrum opgezet. Er zat ook een congres tijdens de brand. Dat hebben we in Kasteel Bloemendaal in Vaals kunnen onderbrengen. Die zijn vanmiddag hebben die weer doorvergaderd. Net zoals de kleine vergaderingen. En alle hotelgasten zijn ook in hotels van Van der Valk ondergebracht tot en met maandag. En dan kijkt u verder. En dan gaan we verder kijken.